daar zijn we weer. Welkom bij de online freerun-cursus voor alle kinderen die geen freerun-les kunnen volgen. Ik ben Gaetano Caretto van de Freerun University en ik neem jullie vandaag mee. Vandaag is het doel van de les dat je buiten leert hoe je precisies kan oefenen. Maar voordat we beginnen moet je natuurlijk een warming-up doen. Weet je niet hoe je een warming-up moet doen? Check dan de eerste video. Stap 1. We gaan beginnen bij het begin. Het allereerste wat je nodig hebt, is een randje waar je naartoe kan springen. Vervolgens wat je gaat doen, is je gaat staan op een afstand die voor jou comfortabel is. En dan spring je naar het randje. Zorg ervoor dat je bij het landen goed door je benen zakt en op je voorvoeten, op je tenen landt. Voorkant van je voet. Des te stiller je landt, des te beter. Als je dit makkelijk vindt, dan kan je natuurlijk altijd iets verder staan. En zorg ervoor dat je dit minimaal 40 keer doet en echt perfect stikt. Stap 2. We hebben nu de standing precision geoefend en we gaan door naar de running precision. Je hebt nu gezien hoe je running precision doet. Blijf focussen op je landing. Dus goed op je voorvoeten landen en zorg ervoor dat je gecontroleerd landt. Ook dit kan je moeilijker voor jezelf maken. Door bijvoorbeeld met een toverstokje een markering op de grond te maken. En vervolgens achter het stokje af te zetten om je running precision te doen. Ook dit doe je 40 keer en maak het steeds moeilijker voor jezelf. Stap 3, de mooiste stap van deze les. Wat we nu gaan doen is wat we net hebben geoefend in de praktijk gebruiken. Zoek een plek waar je bijvoorbeeld muurtjes hebt of verschillende obstakels, zodat je van de ene obstakel naar de andere kan springen. Dat kan je of standing doen of running. Dit moet je minimaal op 10 verschillende plekken doen. En niet vergeten te stikken. Post je tofste standing precision of running precision op Insta en tag mij gaetano.btb. Ik hoop dat je deze les leuk en leerzaam vond. Als je het echt zo leuk vond, volg ons dan op YouTube, zodat je de rest van de cursus kan zien. En schrijf je in voor lessen bij de Freerun University in Uithoorn of in Houten. Je moet nog wel even wachten, want helaas zijn de scholen nu nog dicht. Maar wanneer je school begint, beginnen de lessen ook weer. En dan gaan we heel veel plezier hebben! Woo!